tips van Rob ter Haar voor verstandig leven en gezond blijven met natuurlijke middelen. Allergieën is een heel groot terrein waar mensen klachten hebben. Er zijn ook heel veel vragen over. Mensen hebben er vaak langdurig klachten van. En dat strekt zich uit van huisstofallergie, hooikoorts, wat momenteel natuurlijk heel actueel is. Alle bomen en planten die beginnen uit te komen. Stofjes die door de lucht heen dwarrelen. En dat veroorzaakt heel veel overlast voor de mensen. Je kunt er zelf wat mee doen door dus bijvoorbeeld letten op je voedsel. Dat je zo weinig mogelijk suikers gebruikt. Zo min mogelijk toegevoegde stoffen aan je voedsel toegevoegd zijn. Daardoor gaat het feitelijk al voor een aantal mensen een stuk beter. En als dat niet voldoende is, dan moet je dus eraan denken gewoon om het lichaam zelf een beetje te helpen met natuurlijke voedingsstoffen. Wat je zou kunnen vinden gewoon eigenlijk is het verbeteren van je darmflora. En darmflora is natuurlijk 70% van je afweermechanisme. Dat zijn de darmbacteriën die in feite in een heel breed spectrum voorkomen. Dus als je dat verbetert, dan verminderen vaak ook al de huidklachten. Want allergieën is natuurlijk gewoon overlast van wat je op je huid ervaart. Overproductie van histamine, want het lichaam probeert gewoon eigenlijk die lichaamsvreemde stoffen gewoon eigenlijk die lichaam eigenlijk lastig vallen te elimineren. En dat kun je gewoon met allemaal natuurlijke middelen zonder problemen eigenlijk gewoon eigenlijk neutraliseren. En ook werkelijk gewoon het hele kwaliteit van leven gewoon eigenlijk, want dat kan behoorlijk ingrijpend zijn, kan daardoor gewoon een heel stuk beter worden. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Drogisterij Homeopathie Benoordenhout.